Goedemiddag, het is weer vrijdagmiddag en de hoogste tijd voor een nieuwe Snoep en Tender videoblog. Deze week gaan we het hebben over de Primeur 75 Tender. Dat is een dieselversie. We hebben de Primeur 75 namelijk in twee versies. Dat is de bunversie en de dieselversie. De dieselversie is even uit het assortiment geweest. Eigenlijk volgens mij zelfs 2 jaar. Was heel lastig om aan te komen. We hebben hem weer binnen. Straks gaan we er alles over vertellen en ik wil je nu eventjes doorgeven. Blijf helemaal tot het einde kijken. Ga niet halverwege stoppen, want aan het einde van deze vlog hebben we nog een paar leuke mededelingen. Ik begin maar weer eens met de afmetingen. Hij is 5,70 meter lang. Die had je waarschijnlijk al door. Hij is 2,10 meter breed. Hij maakt ook weer gebruik van de hele breedte van de boot. Hij heeft geen gangborden. Dus je hebt volledige binnenruimte ook. Dus genoeg ruimte. Wat ik net al zei, het is een dieselversie. Dus er gaan dieselmotoren in. Die worden hier onderin voor het stuur wordt dat geplaatst. Standaard is die voorzien van een 16 pk. Dat is een tweecilinder. We merken wel dat veel mensen toch wel liever een upgrade hebben naar een 27 pk. Want dat is een driecilinder. En daar is deze boot ook mee uitgevoerd. Geen joker meer. Ja, bij de Primeur 75. Ik heb geen joker meer, want het ging gelijk op fout, moet ik even zeggen met Joni. Bij de Primeur 75 heb je twee keuzes inderdaad. Dat is dus de bunversie en de dieselversie. En dan is natuurlijk de grote vraag, wat moet je kiezen? Nou, er zijn eigenlijk twee keuzes inderdaad. Als je voor de dieselversie gaat, dan ben je wel iets meer kwijt financieel gezien. Dus daar moet je altijd een klein beetje rekening mee houden. Waarom? Omdat de motor aan zich en ook de aandrijflijn en de inbouw van het geheel is een stukje duurder. Kijk, bij een buitenboordmotor hangen we de kant-en-klare motor eigenlijk in het casco, dus in de boot. Die sluiten we redelijk eenvoudig aan. En dan vaart de boot. Bij een diesel moet de dieselmotor in de boot geplaatst worden op een fundatie. Er komt een schroefas bij, een keerkoppeling, een propeller, een roer, een stuurcilinder. Nou, noem het allemaal maar op. Dat zijn allemaal duurdere componenten waardoor het varen wat duurder maakt. En de rest is natuurlijk de vraag, waarom zou je dan nog voor een diesel gaan? Nou, een diesel, zeker als die warm is, is het wel heel fijn varen. En dat heeft er een beetje mee te maken. Een dieselmotor, dat is ook zo bij auto's, heb het koppel, dus de kracht eigenlijk onderin zitten. Bij een benzinemotor, bij een brandstofmotor, moet je veel meer gas geven. Daar komt dus ook soms wat meer geluid bij. Om kracht te halen. Dus hij moet veel meer toeren maken om kracht te leveren. Nou, je zit dus in een dieselmotor, in een dieselboot. Als die echt goed warm is, kun je op een wat lagere toon varen. En bij een brandstofmotor is het soms wat op een hogere toon. Wat inderdaad dan wel heel erg belangrijk is, is dat je kiest welke motor je neemt. Bijvoorbeeld een Vetus 3-cilinder is echt wel een heel stukje stiller dan een Craftsman 2-cilinder. Dus ja, vraag ernaar bij de verkoper dat je in ieder geval wel een goede en fijne stille motor hebt. Of in ieder geval dat je bewust bent van wat je kiest. Daarnaast is een dieselmotor bij rustig varen, als je vooruit vaart, iets makkelijker te handelen. En dat kan ook een voordeel zijn. Achteruit varen gaat bij een buitenboordmotorversie weer wat makkelijker. Dus dat is ook iets waar je over zou kunnen nadenken. En daarnaast, ja, sommige mensen vinden het gewoon leuk om een dieselmotor te hebben. Je kan er wat meer aan sleutelen, zeg maar, wat meer aan knoeien, om het maar even zo te zeggen. En het vaart iets degelijker. Dus je hebt wat meer kracht achter de gashendel en dat geeft een ander vaargevoel. Maar ja, dat moet je echt een keer ervaren op bijvoorbeeld een proefvaardag. Nou, heb ik het even over de bekleding van de boot. Vroeger zag je heel veel boten uitgevoerd met stoffen bekleding. Dat was Markelux bekleding. Tegenwoordig zie je eigenlijk dat er heel veel is overgegaan naar onder andere dit Markelux of Sunbrella was het. Maar dit is dus diamanten. En diamanten is dus, dat gebruiken ze nu meer omdat het wat makkelijker schoon te maken is. Het is wel een mooie ademende stof en die kan je in heel veel verschillende kleuren krijgen. Maar ook in verschillende versies. Hier is een wat luxere versie. Veel mensen vinden het leuk om een beetje de boot te breken door een ruitje in de kussens te maken. Dat noemen ze gewatteerd. Dat zit hier in de boot, dus dan heb je gewoon dat leuke motief in de boot zitten.
Nou, dit is echt volgens mij wel in 15 kleuren te verkrijgen. Dus heel veel keuze. Natuurlijk heb je ook keuze in de kleur van de boot. Dus de gelcoat, binnenschaal en de buitenschaal. Daar kan je ook allerlei keuzes, tenminste kleuren kiezen. Dat is wel wat minder dan de bekleding. Meestal doe je hem echt heel anders maken door de bekleding. Kappen kunnen we natuurlijk ook, daar hebben we ook een heel scala aan, aan kleuren. De vloer in de boot, dat is standaard, zit er HPL, zit dat ook in de primeur? HPL in de boot en je kan het nog uitbreiden tot Finlandiek. Daar ga ik straks even een voorbeeldje van laten zien. Of dat je Flexiek in de boot krijgt. En daarnaast kan je het natuurlijk helemaal aan pimpen, tenminste aankleden met leuke kussentjes zoals Life is Better on a Boat met allemaal hele leuke teksten of Wij gaan wijnen. Maar goed, dat geheel terzijde. Nou, deze boot is CE gekeurd voor 5 personen, dus dat is de officiële keuring. Geen zorgen als je 2 kindjes bij je hebt, kleine kindjes, die tellen dan samen voor 1. Er kunnen heus wel meer mensen in de boot, maar dit is gewoon wat het officiële CE-keuring zegt. Waar kunnen ze allemaal zitten? Nou, onder andere achterin heb je een hele lekkere brede bank. Wat ik al zei, heeft geen gangboorden, dus hij maakt gebruik van de hele breedte. Dus hier kunnen er eigenlijk wel 3 zitten. 2 is misschien iets relaxter, maar het kan prima. Voorin heb je een leuke rondzit. En hier kunnen er ook 1, 2, 3, 4, misschien zelfs wel 5 zitten. Maar goed, volgens een CE-keuring mag dat dus eigenlijk niet. En tevens zie je hier gelijk, want ik zit nu onder de kap. We hebben onze eigen zeilmaker, KZ-zeilmakers. Ik moet zeggen, die maakt echt hele mooie kappen. Meestal even net iets hoger dan de standaardkappen. Dus dat je er lekker onder kan zitten. Maar zonder dat ze te hoog zijn, want een kap kan een boot maken of breken, vind ik zelf. KZ maakt altijd hele mooie kappen. Mooi gestroomlijnd, ziet er niet uit als een gebakje. Het is ook mogelijk om in die kap, als we het toch even over de kap hebben. Deze kappen zijn standaard voorzien van een raampje in het midden die je open kan ritsen en op kan rollen. Moet ik het helemaal voor gaan doen? Nee toch? Dat is deze. Oh, dat gaan we wel doen. Ik ben weer te lui voor. Ja, die is. Nou. Als je geduldig bent, kan je hem dus hier oprollen. Nou, ik doe het even heel snel hoor. En dan heb je hier dingetjes zitten om hem vast te maken zo. Maar goed, dat moet je even dus zonder dat ik heel zenuwachtig ben dat doen. Maar dat gaat in principe heel makkelijk. Wat je ook nog voor kan kiezen, vind je het prettiger om een uitritsbaar voorraam. Dus dat je dit helemaal hebt. Dus al die raampjes, dat is ook nog een mogelijkheid. Dus dat betekent, dan heb je een soort beminitopje. Dus dan heb je voor gewoon eigenlijk een soort parasol boven je. Dan heb je heel veel doorluchting en dat is. Nou, we zijn ondertussen een kwartier verder, want een van deze draken die heeft mijn schoen verstopt ergens helemaal achter in de showroom. Maar ik heb hem weer. Ik wil het even hebben over de buitenkant van de boot. De Primeur 75 Tender is eigenlijk een combinatie van een klassiek uiterlijk en een modern uiterlijk. Modern uiterlijk is dus het tendermodel. Mooi met een zwemplateau, dus geen sloepvorm. Dat is meestal wat klassiekere vorm. Het klassieke zie je eigenlijk meer hierin terug en dat is het overnaatsen. En met het overnaatsen proberen ze dus het plankeffect erin te krijgen. Dus alsof het houten plankjes zijn. Wat deze sloep, eventjes wat details van de sloep, wat deze sloep wat mooi maakt en chic maakt, is onder andere de kabelaring om de boot. Dat is geen goedkope kabelaring, komt gewoon uit Nederland deze kabelaring. Rafelt niet snel, het is mooi lekker dik. Dat vind ik altijd heel erg mooi. Dat zijn net die puntjes op de i dat de boot net even wat chiquer lijkt. Mooie RVS afwerking. Het polyester is gewoon heel erg goed afgewerkt. We hebben trouwens alle primeurs. Alle primeurboten is echt wel een van de betere kwaliteitssloepen, tenminste in de middenklasse sloep. Nou, dat was hem alweer, het einde van deze vlog. Maar ik had beloofd dat ik nog even iets leuks heb. Ik wilde jullie er even op wijzen. De hele maand november hebben wij proefvaartdagen. Daar liggen allemaal boten in het water. Of je kan het eventjes aanvragen, kijken of we die boten in het water kunnen leggen. Elke zaterdag van november liggen er heel veel boten in het water om mee proef te varen. Op afspraak hoeft het niet per se, maar het mag wel. Je kan altijd even kijken of we de boot die jij leuk vindt in het water hebben liggen. En anders kunnen we misschien kijken of die in het water kan. En we hebben 12 november, zaterdag 12 november,
hebben wij Verschuurcafé, ons eerste Verschuurcafé. Alle sloepliefhebbers zijn welkom. Dus je moet, als ben jij sloepenfan, mail ons dan even info@verschuurwatersport.nl. En als jij daarbij wil zijn, gewoon even informeel. Krijg je een klein hapje en een drankje en kan je lekker babbelen met allemaal leuke levensgenieters. Dit was hem echt. Einde van deze sloepantenne videoblog. Geef me een like, abonneer je hieronder. En geef even je commentaar wat je hieronder wil zien. En of je het jammer vindt dat je Koen niet met die leuke sokken zag. Heel fijn weekend en tot volgende week.